We gaan eerst eens luisteren naar coach Yves van der Hagen. Ongetwijfeld tevreden met die 1-2 winst. Ja, natuurlijk zijn we heel tevreden in Oostende dat we 3 punten mee hebben. En wat we misschien ook onthouden is dat de eerste helft zeker niet slecht was. En dat we dan misschien ook verdiend op voorsprong komen dat er ook een hele mooie kans was van Yassine om 0-2 te scoren. En dat we daar wel de match controleerden. Alleen is het ook allemaal niet meer zo gemakkelijk gegaan of dat ik dan de eerste helft verwoord. Nadien hebben we zeker een weerbaar Lokeren gezien die heel veel duels gewonnen heeft, ook heel veel tweede ballen ging halen. En de tweede helft kwamen ze echt wel opzetten. En toen ze 1-1 scoorden, dacht ik toch van oei, we gaan hier toch nog gaan verliezen. Maar met een schitterende vrije trap van onze centrale verdediger Milic kunnen we dan toch nog de 3 punten mee naar huis nemen. En ik moet zeker zeggen, de manier waarop de tweede helft was misschien niet altijd even mooi. Maar voor ons zijn het zeker voor in de toekomst heel belangrijke punten. De manier, ja, dat is hetgeen dat ik van onthoud natuurlijk. Gelukkig met de 3 punten. Mijn ploeg is er wel blijven voor knokken tot de laatste minuut, want er zijn wel toch een aantal wijzigingen in mijn ploeg. Er zijn wel een aantal spelers die opnieuw getoond hebben dat ze klaar zijn. Oké, gaan we eens luisteren.